Yes, daar gooit hem. Het is de eerste break van deze wedstrijd. En Van Barneveld nu 2-0 voor in de tweede set. Maar de eerste set ging naar Matt Clark. 100. Ja, nu is het ritme er weer. 140. 83. 36. Dat is een finish. Raymond, you require 167. 167. Dat is wel een hele hoge. Maar met Clark, die lijkt de weg ook een beetje kwijt te zijn. 97. 137. Raymond, you require 70. Dubbel 18 en dubbel 8. Voor de tweede set. Yes, die naar Van Barneveld gaat met 3-0. Zo trekt hij de stand in sets gewoon weer gelijk. Matt Clark mag dan wel beginnen aan de derde set. De finishes van Barneveld. 12-30 in de tweede leg. 1-14, 2-15. En één leg die iets meer dan 16 bijlen nodig had. Met Clark 1-14 darten en 2 legs van meer dan 16 darts. Maar dat was wel genoeg om de eerste set te winnen. De halve de stand helemaal gelijk. Van Barneveld die begon met een 140. 140. En daar een 140 op laat volgen. Je ziet het ook goed aan Van Barneveld. Oogt nu wat ontspannender als. Zeker bij dat ingooien. Heel strak gezicht. 60. Ik heb wel eens het idee bij hem dat hij zich overconcentreert. Te gefocust zo'n wedstrijd ingaat. 105. Weer die laatste dart naar de boel toe. Komt daarmee op 116 in plaats van 121. Kan dan met één triple een normale dubbel bereiken. 100. Matt Clark kan het tempo even niet bijbenen. 116 voor Van Barneveld. Triple 20 gegooid, 20 voor dubbel 18. 98. Maar Clark heeft nog geen finish in het vooruitzicht. Dat betekent dat Van Barneveld zo dadelijk terug kan komen om meteen Clark te breken in de eerste leg van de derde set. En dat doet hij. Yes, that's game shot. And the first leg, Raymond van Barneveld. Second leg, it's Raymond to throw first. Game on. Had hem al eens een keer gebroken in de vorige set, maar deze doet daadwerkelijk pijn. 60. Laatste vier legs gingen naar Van Barneveld. 60. 123. De eerste twee zaten wel in de triple 20.
volgende in de triple 1. De supermanvrouwtjes zijn een stuk rustiger geworden. 138. Thank you.